U bent eigenlijk ook blij, meneer Lakenman, want eigenlijk ook uw patiënten, om het maar zo te zeggen, uw cliënten zijn gewoon... Nou, ik zou blij zijn geweest als het een regeling was met schadevergoeding. Want hypotheekleed, die streeft naar schadevergoeding voor alle slachtoffers. Dat zijn wel ongeveer 100.000 slachtoffers van DSB-Bank. Ja. Maar er is vandaag geen sprake van enige schadevergoeding. Het enige effect wat er is gebeurd, is dat er nu een... op advies van meneer Wabeke een voorstel van DSB komt na alle 100.000 slachtoffers van dit en dat. En voor hele zure gevallen, mensen die helemaal niet meer kunnen ademen, keel hebben, financiële zichtknippen, we laten even los en dan kun je even doorleven. En dat heeft namelijk, dat komt hier op neer, in plaats van dat je nu aan je vaste maandlast blijft, kun je het uitsmeren. Het is uitsluitend een uitsmeeroperatie. Dus in plaats van 10 jaar 6%, betaal je nu 20 jaar 3%. Ja. Dus stel dat je eerst 1000 euro per maand kwijt bent en dat moet je in 10 jaar doen, dan ben je nu 500 euro per maand kwijt in 20 jaar. Exact, dat is alles. Maar dat betekent dat er eigenlijk niks bereikt is. Er is helemaal niets bereikt. Nou ja, een paar mensen die zouden dus, inderdaad, die dus bijna helemaal uitgehongerd zijn, geen droog brood meer kunnen kopen, die zouden dus nu dat kunnen wel kopen. Kunnen doen. Maar dat is, ze moeten dan wel hun schadeclaim inleveren. Hoe kwalificeert u het? Nou ja, dit is... Ja, vang het in één woord. Dit lijkt, het is de civiele pendant van afpersing. Dit is gewoon misbruik van omstandigheden. Op het moment dus dat er voorstellen bestudeerd zouden zijn, hoe het werkelijk in elkaar steekt, dan kom je uiteraard tot hele andere conclusies. U verwijt dus meneer Lakenman dat de boel niet goed bestudeerd heeft? Ja, dat kan ook niet anders, want meneer Lakenman heeft ook geen dossiers van mij in handen gehad. Hij heeft wel de aanbeveling. Nou, kijk, meneer Scheringa die heeft vanavond nog in Nova gezegd dat het kost alleen maar... 10 jaar lang kostte de bank 2,6 miljoen rente. Er was geen schadevergoeding. Het is gewoon heel simpel. Er is geen schadevergoeding uitgekeerd of toegezegd. Zo simpel is het gewoon. En meneer Hems kan natuurlijk wel ingewikkelde luchtbellen blazen. Maar er is geen schadevergoeding wordt er uitgekeerd in deze gang van zaken. Daarvoor moet je bij hypotheekleed zijn. Namelijk bij u? Ja. Nou goed, de feiten zijn wat de feiten zijn. Ik denk dat het gewoon niet zinvol is om dit soort stellingen over de buren te duwen. Je zult uiteindelijk zeg maar, de wensen van de consument moeten, die zul je ook mee moeten nemen in je afweging. Concreet wat er gebeurt in de voorstellen die wij samenstellen. Maar leg even, want anders wordt het ingewikkeld. Want u ergert zich aan meneer Lakenman en de manier waarop hij over deze kwestie praat. Maar legt u nou in drie zinnen uit dat de gedupeerde cliënt heeft aan de overeenkomst die u nu heeft gesloten. Wat is het belangrijkste? Oké. Het allerbelangrijkste dat is dat er binnen een acceptabele periode, spreken uit maximaal 10 jaar, dat er een normalisatie plaats moet vinden van het inkomen ten opzichte van de waarde van de woning, ten opzichte van de hypotheekschuld of de schulden die er binnen een huishouding zijn. Ja. Op het moment dat je de bank, de DSB-bank, nu dwingt om op hele korte termijn enorme schadebedragen te gaan betalen aan consumenten, dan valt die bank om, kan het niet betalen, met andere woorden, dan heeft niemand wat. Op het moment dat je een verantwoord plan in elkaar steekt, en dan kijk ik daarbij met name ook naar de mensen die mij geadviseerd hebben in het opstellen van deze regeling, dan moet je gewoon tot de conclusie komen dat de mensen die gebruik maken van deze schaderegeling, dat die gelijk op het moment dat die regeling ingaat, betaalbare maandlast hebben. Zeker weten dat ze na 10 jaar, zeker weten dat ze 10 jaar dezelfde maandlast hebben. En zeker weten dat ze na 10 jaar hun huis kunnen verkopen, zonder te blijven zitten met een restschuld. En dat ze zeker weten dat ze na 10 jaar... ook zeg maar, bij een andere bank welkom zijn. Maar de schulden worden niet kwijtgescholden, zoals Lakenman zegt. Nou, daar ga ik niet in mee. Kijk, je zult in de gaten moeten houden dat op het moment dat iemand een caravan gekocht heeft en daarvoor geld geleend heeft, dan moet dat geld gewoon terugbetaald worden aan de bank. Dat is een consumptieve wens van een consument geweest en die consument heeft gewoon bewust dat geld opgenomen. Het verwijt wat wij de DSB-bank maken, dat is dat mensen misschien te veel willen consumeren. En de DSB-bank die werkte daarop als een katalysator door het extra hoog maken van die schulden. Door alle handen, onnodige koopsomverzekeringen, afsluitprovisies. Maar geven ze die nu terug? Nou, daar is in een heel aantal gevallen, in tegenstelling tot wat meneer Lakenman zegt, wordt daar op gecompenseerd. Ja, er worden bedragen. Er wordt op gecompenseerd, is dat zelf? Maar bijvoorbeeld zelfs de ene directeur die zei dat de helft van die koopsompolers en zo staken is in eigen zak. Gaat dat geld terug? Dat is een absurde provisie, zeg maar. Oké, daar wil ik dan... Gaat dat terug? Want dat is, neem ik aan, wat meneer Lakenman bedoelt. Oké, ik begrijp de vraag, maar dan moeten we maar ook even dan de tijd geven om dat uit te leggen hoe dat werkt. Er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop je... Dat is wel langer dan 3 zinnen. Ja,
Maar daar ook goed naar. Dat had een driezinnige vraag. Ja. Maar goed, maak het even kort af. Want, want de vraag is duidelijk, die koop van polis wordt dat, komt dat terug die, met die provisie van 80%? Die koop van polis, ja, die wordt van een groot gedeelte, dat ligt afhankelijk van waar die koop van polis afgekocht wordt in het traject. Maar daar wordt geld wordt gewoon terugbetaald aan de consument. Daarnaast heeft de consument, kan ook aanspraak maken bijvoorbeeld op een rentekorting. Dus de DSB-bank die biedt een rente die op dit moment gewoon veel beter is dan wat normaal gangbaar is in de markt. En dat is ook een vorm van compensatie. Meneer Lakenman. Er is net al gezegd dat als de schadevergoeding helemaal zou worden uitgekeerd, dan zou de DSB-bank failliet gaan. Dat is waar. Maar wat daarna gezegd wordt, dat het slecht zou zijn voor iedereen, dat is niet waar. Want bij een bank is een faillissement heel anders dan bij een gewoon bedrijf. Bij een bank worden alle activa, behalve dus de afgezonderde activa, maar dat is maar 1,5 miljard. Dus die andere 5,5 miljard, die worden dan gewoon verdeeld over alle schulden. Dus u verwijt eigenlijk, meneer Hendricks, dat hij de bank gered heeft? Dat op zichzelf is nog niet te verwijten, maar wel dat het ten koste gaat van de slachtoffers van de DSB-bank. Dat verwijt ik meneer Hendricks wel. Maar mijn grootste verwijt gaat naar meneer Scheringa, want meneer Hendricks wordt gewoon gebruikt door meneer Scheringa. Ik verwijt meneer Hendricks echt veel minder dan Scheringa. Het punt is gewoon, meneer Scheringa heeft zelf erkend dat het niks kost. Hij zei zaterdag al voor de televisie dat het zou de bank niets kosten. En vanavond heeft hij voor Nova gezegd dat het kostte alleen 10 jaar lang 2,3 miljoen rente. Nou ja, dat is natuurlijk alleen niks. Dat komt door het vooruitschuiven van de lasten. Meneer Lakenman, wat biedt u? Want er zijn gedupeerde mensen, daarom praten we hier over. Die kijken ook, als ze nog een televisie hebben, televisie. Die horen meneer Hendricks en meneer Hendricks heeft nu een deal gesloten. Wat biedt u die mensen nou eigenlijk? Kijk, wat die mensen die dus meneer Hendricks zijn advies opvolgen en hiermee akkoord gaan, die moeten schriftelijk verklaren dat ze van alle schadeclaims afzien. Nou, dat hoeft dus al niet als je met hypotheekleed samengaat. Want bovendien is het zo dat hypotheekleed voert processen. Dat is inderdaad niet een methode om binnen 2 weken je geld te krijgen. Dat is zo. Maar je krijgt een zeer grote kans. Die is echt, 100% heb je nooit, maar toch 90% dat je je schade krijgt. Ten slotte, meneer Bos, Wouter Bos heeft al gezegd dat het een idiote gang van zaken is geweest. 80% provisie, het is krankzinnig. Het is net geen oplichting, maar het raakt er wel heel erg aan. Het is oplichting. Ja, gewoon oplichting natuurlijk. Een etterbuil, zoals je nog nooit in de financiële wereld in Nederland hebt gezien. Ja. Die moet gewoon afgesneden worden. En de verantwoordelijke, dat is niet alleen meneer Scheringa, dat is natuurlijk de primaire dader. Maar de secundaire dader, dat is meneer Welling natuurlijk. Dat is de directeur van de Nederlandse Bank. Ja. Maar hoe lang duurt zo'n rechtszaak? Nou, dat kan wel 2 jaar duren natuurlijk. Dus daar degene ga je die niet zich doorheen kan permitteren, die zou kunnen zeggen, ik ga met Lakenman in zee. En degene die zeg maar nu al bij de voedselbank staat, die gaat met u in zee. Het komt er gewoon op neer. Dus je kunt dus 2 jaar procederen, dan moet je ervoor bij hypotheekleed zijn. En je kunt anderzijds kun je zeggen, ik ben blij dat ik gestikt wordt door meneer Scheringa, dat ik even kan ademhalen en dat geeft me hele schadeclaim voor weg. Nou, dat is misbruik van omstandigheden. Ja, het is natuurlijk een hele verkeerde gang van zaken hoe het hier weergegeven wordt. Waar wij met de bank over gesproken hebben, is dat de consumenten een rentevastperiode krijgen van minimaal 10 jaar. Dat betekent dus dat die consumenten de komende 10 jaar gewoon kunnen rekenen met vaste maatlasten. Daar kan absoluut niet aan getornd worden. Bovendien voldoet in de toetsing wordt er voldaan aan de gedragscode hypothecaire financieringen. En die normen zijn gewoon verantwoord. Dus, op de simpele vraag, hoeveel van die 80% of 50%, wat het ook mogen zijn van die provisie, hoeveel wordt daarvan teruggegeven? Dat rekensommetje moet u kunnen maken, want u zit er al die tijd aan te rekenen. Heeft u nog geen simpel antwoord? Zeg, een normale provisie was 5% of 10% geweest. Kregen die mensen dan 40-70% terug? Gewoon ja of nee? Het is niet waar. Een koopsomverzekering heeft een bepaalde looptijd. En afhankelijk van de looptijd wordt op een gegeven moment... Maakt het moeilijker dan het is. Maar het is van een koopsompolis wordt 80% weggegraaid. Omdat mensen niet weten, niet zien. Nu kunnen we het allemaal zien. Okay. De boeken gaan open. Ja. Dan is de vraag, hoeveel van die 80% die eigenlijk weggegraaid is, was gewoon gredigheid, met een lokkertje van een lage rente, hoeveel stort hij daarvan terug? Laat 10% de normale provisie zijn, vind ik nog heel redelijk. Krijgen die mensen dat terug? Het antwoord is nee, dat kan namelijk niet. Ik wil nog één kort ding zeggen. Ja, heel kort. Want nu lijkt het allemaal Welling, of misschien wel de AFM, of u. Het grootste probleem is natuurlijk geweest dat de mensen zelf, die wilden dat geld hebben. De klanten zelf, daar hebben we nog helemaal niet over gehad. Maar daar zou je ook nog een vraagteken kunnen zetten. Die wilden dat geld hebben, die zijn met Scheringa in zee gegaan.
Terwijl al jarenlang worden er vraagtekens bij deze bank gezet. Okay.